Desni, hoe is het om keeper van Achilles te zijn? Nou, ik denk dat het niks uitmaakt in wat voor situatie de club verkeert. Het gaat gewoon om de wedstrijd op zich. Ik denk dat het team de nederlaag grotendeels aan mij te danken heeft. En daar, ik neem de schuld ook op mij. Dat ik ja, twee keer staat blunderen, zoals ze dat zeggen, in de voetballerij. Ja, dat is wel anders moeten. Ja, jullie hadden geweldig gespeerd in de wedstrijd. Vandaag viel het een beetje dood, hè? Ja, ik denk ook dat we begonnen niet slecht. We wonnen wel de duels in het begin, maar werd het makkelijk afgetroefd, krijg je die penalty tegen. Ja, ik denk makkelijk gegeven, maar ja, daarna komt er een bal die ik eigenlijk gewoon moet pakken, maar vandaag een totale offside van mezelf. Echt, ja. Ja. Wat doet het met het plezier in het spelletje voor jou? Ja, het is een wedstrijd op zich. Ik moet gewoon harder gaan trainen. En zo, dan komt het, ja, plezier is er altijd wel, maar ik moet gewoon harder gaan trainen zodat deze fouten eruit gaan. En dat ik gewoon er sta. En vandaag was het gewoon, zoals ik net al zei, een totale offside van mezelf. Ja, maar dit biedt ook voor jonge jongens zoals jij een kans om je op een hoger niveau te onderscheiden. Ja, dat is ook zeker zo. Ik doe er alles aan om, om mijn best te doen. En ik steek 100% mijn ziel erin. En op training ook, ik wil hard trainen, dus ik doe altijd mijn best daarvoor. En ja, zoals, ja vandaag heeft het niet geholpen. 10 wedstrijden zijn nu onder de lat. 10 keer verloren, maar maandag komt de dijk op bezoek. Ja, dan hoop ik dat, dat er wel anders wordt gevoetbald. Dat wij gewoon de overhand nemen en dat wij bij de strot gaan pakken. We moeten ze gewoon even flink laten zien dat wij er zijn. En dat wij met de 3 punten toch een keer in huis houden. Zien jullie de wedstrijd ook zo? Als een buitenkansje om een keer een wedstrijd te winnen? Nou, wij zien iedere wedstrijd op zich. Wij moeten gewoon eigenlijk altijd ons best doen. Dat doen we ook, vind ik. Alleen ja, vandaag was het dan wel minder, zoals wat vaker gebeurt. Maar ik vind dat we het vandaag, als team was het ook niet best. Maar we moeten maandag tegen de dijk gewoon vol erop klappen. En dan zie ik zeker kansen. Los van alle nederlagen en tegendoelpunten, maakt dit jou als mens sterker, deze ervaring? Ik denk dit podium waar wij nu op voetballen is voor elke voetballer op een top. Het is gewoon de top van de amateurs. En ik speelde graag. En dat was het eigenlijk wel. Maken we het moois van maandag. Ja, dankjewel. Jullie ook.